Vandaag heb ik een video voor jullie die jullie hartstikke leuk vinden. Hunting game. Dat betekent dat we moeten vluchten voor mensen die ons zoeken. En ik ga het nu uitleggen in de game. Doe een duimpje omhoog als je dat niet hebt gedaan. Vergeet niet te abonneren voor meer, hè, want we uploaden veel meer. We zijn vaak live, dus enjoy de video. Alright, nou, dames en heren. Superleuk. We gaan dus nu hunting game doen. En wij moeten vanaf dit punt helemaal hier naartoe lopen waar zij zitten. En wij moeten een vliegtuig pakken, maar wij mogen alleen met een mes steken. En zij mogen alleen ons met een handpistool neerschieten, hè jongens. Dus dan weet je het vast. Geen morgen. Geen machinegun, handpistooltje. Gewoon piew, piew, piew. Oké? Okay? Ja? Alright. Even wachten, ik pak even mijn actiegeld op. Je pakt je actiegeld op. 3, 2, 1, go! Come on, Jan. Ik moet met Jan trouwens verstoppen hier. Jan, heb je er zin in? Rob died. Nou kijk eens even, we hebben al gewonnen. Trouwens, wij hebben allebei één leven. Jullie hebben ook levens één, dus dan weet je het vast. Rob, deze wordt je nog gegund en gespaard. Ja, dit leven wel, ja. Ja. Mark zorgde er al voor dat ik dood ging, dus... Ja. Nou. Hoe dan? Ik zet mezelf neer. Ja, dat gaat. Maar ik ben ook echt heel erg bang dat hun al heel dichtbij zijn. Ja, ik zie ze rijden in een zwarte auto. Ja? Wie heeft er een zwarte auto voor jullie? Ja, Mark. Daar heb je het al. Nee. Ja, zie, brandweer heeft een zwarte auto. Nou, dan weten we dat, hoor. Dat is mooi makkelijk. Dankjewel. Ja. Ik ben nog steeds bezig de parkeergarage aan het uitrijden, dus heel dichtbij ben ik nog niet, hoor. Nee, oké, dan... Ho, daar zit even wat tussen. Dat is niet een heel goed idee. Nee, ja, ik denk, ik ga springen, ik zie het niet meer zitten, maar toch, toen ik erop stond, in één keer kwam ik weer tot ten rade. Van, ja, laat ik anders toch niet springen. Nou, zullen we hier op klimmen en dan zo daar overheen klimmen en dan zo? Ja. Zo. Rijden. Je zit te rijden. Hij zit ook aan het rijden. Oh, ja, ik ben ook aan het rijden, jongens. Oké, nou, ik ga dan eens even zitten kijken. Vind je dat... Dit wordt echt de topscore, hoor. Ik ga even zitten kijken. Oh, daar komt echt iemand voorbij knallen nu. Ja, doen ze mooi. Ja, dit gaat helemaal fout als we hier blijven. Dat weet ik nu al. Dat denk ik ook. Het is niet echt... Hier moet je ook voor oppassen. Ja. Weet je, ik heb echt zo'n vermoeden dat Rob al dichtbij is. Ja, dat denk ik ook wel. Weet je wel, Rob die zegt gewoon niks. En dan in één keer staat hij naast je en dan zegt hij hallo. Hoi. Ja, hier zie je, hij zegt hallo. Ja, dat zegt verder niks. Dat is verdacht. Een verdachte hallo was dit. Toet toet, hallo. Okay. Toet toet. Ja, was een hele ik vond het een hele verdachte hallo. Ja, ik weet niet, eigenlijk moeten we gewoon de gok wagen en gaan, hè. Ja, naar de andere kant, zeg maar. Ja. Zo, deze ook alweer. Hup, slingert zo in één keer naar rechts. Jeetje, ik word hier een beetje zenuwachtig van. Ja, dat is wel heel raar. Ja, ik vind het wel echt... Ik weet ook gelukkig waar mijn maten zitten, dus dat... maar de communicatie is altijd key. On point gewoon. Dat is De communicatie is on point. Mark, heb ik al 3 keer horen zeggen waar die was. Nee, ja, ik heb helemaal nog niks gezegd. Nee, zou je dat maar eens een keer doen, hè, met elkaar een beetje communiceren? Zit er iemand te schieten in de verte? Ja, als een of andere rot van mercenaries op me afstuurt. Dat meen je niet. Heb je een mercenaries op je af, Mark? Hè, dat zul je toch net zien. Dat zou ik niet geweest zijn, denk ik. Nou, Jan, zou ik het gewoon wagen? Ja, laten we het proberen. Of jij? Ja, we moeten nooit tegelijk gaan, hè? Nee, dat is ook zo. Dan zijn we er al... even kijken. Is die auto daar? Nou. Oh, zag je net wat verdachts? Ja, valt enigszins mee, denk ik. Ja, joh, idioot. Dit valt wel heel erg op, heb ik het idee. Hoezo? Ja, gewoon zo, zodat we stil zitten zo. Ja, maar jij moet niet vlak achter me lopen, hè? Nee, ik ren ook. Ja, nee, oké, dan is het goed. Oh ja, jij rent daar. Ja, ik moet zo de weg even open. Ja, maar dan, als je even iets is wacht... Ja, is goed. Oké, ik ga gewoon YOLO. Ja, precies. Doe gewoon even wachten, hè? Tot wij er zijn. Nou ja, als jullie er niet zijn, dan weet ik het ook niet meer. Je mag niet aanreden, trouwens. Ja, ik weet ook niet waar ik ben, hoor, dus... Nou, ik heb het overleefd, Jan, op een of andere manier. Zo, ik word bijna aangereden. Oh, sorry. Nou, jij bent er ook, Jan? Lekker, man. Dit was easy piece of cake. Bezig. Goh, dit gaat er echt wel goed, hoor. Dit gaat goed. Kijk, volgens mij ging je daar... Ja. Ja, ik liep gewoon helemaal rechtdoor en dan ben ik... Ja, ik zag je nog net, volgens mij. Ik ben beneden. Ben je zeg maar... Oké. Ja, hier, kijk. Yo. Ik ben echt ook waar de rest is, maar ik zit in de stad rond te rijden. Ja, maar jullie kunnen met elkaar communiceren, maar jullie zeggen gewoon helemaal niks. YOLO!
Ik bedoel, wij praten gewoon, maar Mark is alweer een escape gedaan. Die mercenaries afschudden. Ja, maar nog steeds niet communiceren met elkaar. Mark doet gewoon compleet andere dingen. Ik weet niet, ik hoor jullie nog steeds niet communiceren. Misschien moet je even zeggen tegen elkaar waar je zit. Ja, ik zit bij de meisbank, jongens. Oh, ja, kijk. Zo, hier is het wel leuk, Jan. Oh, die dit, hebben echt ja, veel. Error. Dit is niet echt... Ik sta naast een... Bij het Blokkenpark? Ja. Ah. Gezellig? Ik sta waar... Ja, nee. Wat, ja, was blok de ik sta tegenover dat gebouw waar je die ene race... Waar je dat gebouw... Ja, die ene race. Ah, die ene race bij dat gebouw. Ja, ja, tuurlijk, brandweer. Dat klopt. Dat weet je toch niet, ja, in ieder geval bij een parkeerplaats bij een viaduct. Ja, bij een parkeerplaats bij een viaduct. Ah. Daar ga je er niet veel van. Nee, maar de meesbank heb ik aan de linkerkant. Oh, ja. Nou, ja. Waar je duim recht zit. Ja, nee, dan nu weet ik het. Kijk, nou, dat is maar goed dat wij daar niet zijn, hè, Jan? Nee, jeetje, man. Zo, we zouden daar maar net lopen. Maar net kwam er 100% iemand langs ons. 100%. Ja, denk ook wel. Jij moet ook... Ik moet niet praten, want als ik ga zeggen waar ik zit, dan weten ze per se waar ik zit. Ja, en als ik zeg waar ik zit, dan weten ze dat ook, denk ik. Ja, ik kan best een hint geven even aan ze zo, toch? Ja, zoals een boom of zo. Nee, niet die boom zeggen, want die boom, dat is... Boom. Oh, die parkeerplaats met dat viaduct. Ja, shit. Die ene reef. Ja. Ja, nee. Dat moet je dus niet vertellen, nee. Nee, wij zijn nu zeg maar ook bij dat ene gebouw, zeg maar. Nee, ja, weet je nog de vorige keer dat we daar stonden, hier waar we nu lopen, zeg maar? Ja, hier heb ik niet hele goede herinneringen. Nee, dat zijn niet de mooiste herinneringen ter wereld. Dat ging niet helemaal. Ik zeg ook altijd maar zo, je kunt niet alles hebben, hè. Nee, dat is ook zo. Maar goed. Ja, wij lopen gewoon door, weet je wel. Dat komt helemaal goed. Kijk, het gaat helemaal goed. Kijk. Hoppakee. Jeetje, alsof we hiervoor gemaakt zijn of zo, hè? Ja, gewoon aan één. Ik vind het ook mooi. Dit is ook zo'n viaduct met die brug en zo. Ja. Max clearance is caution, blijkbaar. Ja. Oh, hier dit, joh. Kijk eens hoe luxe. Jeetje. Doe het vlammetje voor de groeten. Nou, vlammetje de groeten, jongen. Ja. Ja, hier. Dan die boven erbij. Tankstation, mooi hoor. Hey hallo, hoppa. Doe het vlammetje even de groeten omgekeerd gezicht. Is dat omgekeerd. Ik als persoon niet kan tanken, maar anders had ik het even gedaan. Nou, dat zou mooi zijn. Nou, de groetjes. Ja. Hey, hey. Nou, ik moest even aan iemand, het vlammetje moest ik de groeten doen, weet je. Ik zei, nou, dan doen we dat ook gewoon. Ja. Gaan we dan nu weer weg. Zit ergens buiten het vlammetje in de buurt, jongens. Ja, van mij. Hou je denken, Mark. Wat? Nee, wij zitten niet bij het vlammetje. Mark, wij zitten nu op de plek waar jij net was. Ik zit bij een vlammetje, maar een ander vlammetje. Ja, wij staan nu letterlijk voor de deur van de Maesbank. Ja, dat is wel een oude, groot gebouwtje dit. Echt gewoon recht ervoor staan we. Ja. Jij ook, Mark? Nee. Oh, wij staan nu echt vlak voor de Maesbank. Als ik nu zeg maar één stap naar voren doe en daarna nog 500, dan ben ik binnen. Ja, ik zie jou ook wel, hè, maar vanaf deze kant. Ja, dus dat maakt niet uit. Ik sta boven bij de Maesbank. Jij staat boven op de Maesbank? Jeetje man, hoe moet je daar? Wat moet je daar dan weer doen? Nou, uitzicht genieten. Ja, maar je moet ons zoeken, hè? Dat is het spel. Maar jullie hebben nog steeds niet gecommuniceerd met elkaar. Alleen Mark heeft één keer laten weten dat het bij de Maesbank was. En toen stonden wij bij de Maesbank. En toen zagen we jullie niet bij de Maesbank. En nu staat er één keer brand weer boven op de Maesbank. Ja. Dit is echt Maesbankception. Ga eens voor de deur staan dan bij de Maesbank, beneden. Op plantje. Ja, dan ga ik even kijken of ik jou kan zien. Oh, is dat tenminste een zwarte bus? Een zwarte bus met een gat in het raam achterin. Ja, moet hij wel een keer vervangen, hè? Ah, kut. Wat is er wel aan het weer? Nee, hij communiceert het ook verder niet, hè? Hij zegt gewoon alleen... Ja, zou je denk ik eens bij de Maesbank moeten zitten, hè? Kan niet anders. Hoezo zitten wij bij de Maesbank? Wij weten helemaal niet of wij bij de Maesbank zitten. Ik zou persoonlijk nooit bij de Maesbank gaan zitten. Vind ik zo'n domme plek om te gaan zitten. Jij, Jan? Ik zie zelf een busje voorbij komen. Dat is echt super dom. Ja. Hey, nou, kijk. Een bus met airco. Kijk, hij rijdt weer even heen en weer voor de Maesbank, dat busje met het gat in het raam. Ik denk nu, nou, hij... laat ik dan naar lager op gaan zoeken. Ja, hij denkt van nu raak ik... busje met het raam. Oh, kijk. Binnen. Wordt ook nog geklopt. Goedemiddag. Even de mute-knop. Hatseflats, kijk eens even aan. Is er al meer, Rob? Ben jij ook al in de buurt hier? Nou, ja, ik rijd bij een viaduct met een parkeerplaats. Oh, ja, dat zijn we al lang mee. En ik sta bij een metrostation of een treinstation. En... Bij die race? Oh, ja, ik sta net bij een vlammetje. Die moest ik de groeten doen. Ik denk, nou ja, in dat geval. Oh, ja. Ja. Vlammetje niet gedoofd, hè? Nee, vlammetje is zeker niet gedoofd.
Maar het mooiste vind ik dat Brand weer al 3 keer heen en weer loopt te rijden. Nu gaat hij weer stilstaan voor de Macebank. In plaats van dat hij kijkt, gaat hij 3 keer over dezelfde weg heen en weer rijden. Ja, krijgen gewoon alleen maar rondjes. Ja, nee, dat blijkt wel, ja. We lopen alleen maar rondjes. Maar hoe is het daar, Brand, weer verder? Nou, gezellig. Het is gezellig. Nou, dat scheelt dan toch wel weer, hè? Kan ik me niet voorstellen, want wij zijn er niet. Nee, nee, wij zijn hier niet. Nee. Wij zijn al verder. Wij zijn nu bij Blokkenpark, waar Rob net was. Ja. Oh, ja, ja, daar ben ik niet meer, hoor. Nee, dat dacht ik al. Daarom zijn wij er nu. Wij pakken die plekken gewoon. Laat ik daar niet zijn. Robin, ben jij daar toevallig? Ja, maar waar, ik snap niet dat jij daar bent als Brandweer al zegt dat wij bij de Macebank zitten. Mooie witte auto. Ja, met de zwarte onderkant. Ja, hij deed wel een mooi slippie zo even. Ja. Crasht je wel bijna, maar goed. Ja, ja, rijdt nu ook gewoon door. Rijdt je daar nu naar beneden helemaal? Ja, dat denk ik. Oh, hij twijfelt. Hij zit te twijfelen, van zou ik naar beneden rijden? Ja, hij doet het toch niet. Niet. Hij keert weer, hij rijdt weer op ons af. Nee, hij staat stil. Hey Rob, ben jij dat? Waar? Mark, ben jij dat? Oh. Wat? Ja, in die witte auto, come on man, jullie communiceren ook echt niet. Goh, man. Mark, waarom sta je stil? Wat ben je aan het doen? Sta ik stil? Er staat een witte auto stil. Wie rijdt er nou in dat witte hok? Dan komt die zaadbus van Brandweer weer langs rijden daar. Jongen. Gaan jullie ons ook nog zoeken of niet? Daar mee bezig. Het valt ook zo erg op dat ding. Hij gaat weer even de route langs de Macebank rijden. Ja. Hij denkt, nou dat ga ik nog een keer doen. Ja, lijkt wel een hybrid te beveiligen, man. Ga er gewoon vandoor, ja. Jongen. Nou. Ik zou nog langzamer gaan rijden. Nou, die witte auto denkt, nou dan ga ik weg. Ik wil hier niet bij zijn, die rijdt weer weg. Scheid alles, joh. Die zwarte bus denk ik, ga er achteraan. Nou ja, Jan, zullen we ook maar gewoon rennen nu? Ja, Weet je, dat duurt ook allemaal zo lang dit anders. Dit is wel zo kansloos eigenlijk. Ja, dit is echt gewoon iets dat we voor niks te wachten. Even kijken. Nou, die bus rijdt toch weg, dus let's go. Ja, joh. Ik ga ook niet eens meer mijn moeite doen, weet je wel. Nee. Oh, wat hebben we? Hier een keer heen, dat is ook wel een keer leuk, ja, toch? Ja, gezellig, joh. Ja, dat is wel lachen. Laat maar wel... iedereen is nu bij de Macebank. Ja, ik zie er ook twee rennen. Hij ziet er twee rennen. Dit is een, Van de Macebank naar de andere gebouwte. Dit is wel... Kan Brandweer? Gaat dat goed? Oké, blijkbaar wel. Je hebt de Macebank en dan heb je één weggetje... Of één bij ja, de... Ja, weggetje, ja, precies. Wat nummer? Oh. Oh, pas op. Ja, hier bij mij zitten zonder. Oh. Ja, waar zit jij? Ja, machinegeweer mag niet! Houtje. Waar is jij dan, Brandweer? Strafpunten! Dikke me man. Wie zit er tegen mij aan te kutten? Wat een verschrikking. Hé! Hey. Oh! Oké. Rob, richting Mees. Richting Mees? Ja, ik ben bij Mees, maar ik wist niet waar jij zat, dus ik... Als goed lopen ze hier dingen in, ik weet niet of dat ze zijn. Ja, richting de... De oude UWV loopt hij. Ik kom ook zo vaak in roleplay bij het UWV. Echt dagelijks, wekelijks. Als werkloze... Ik ben er eentje kwijt in ieder geval. Ja! Niet weer, even weer. Hoe dan? Wat een onzin. Brandweer, waar zie je ze? Jan is neer, we hebben Jan neer. Ja, op die kruis bij dat... Een gebouw wat in de stijger staat. Bam. Nee, ik ga even les stellen. Daar ben ik net op 10 kant voor, maar goed. Kijk hoor, Nu weet ik even niet waar, hoe ik daar moet komen. Wat de hel? Andere loopt op de trap bij de Macebank. Holy shit, wat is dit dan? Ja. Ik loop net. Mark, geef meer. Loopt op de trap bij de Macebank, voelt je naar beneden. Ja, politie! Ja, waar? Hey! Ik bij de Macebank sta ik ongeveer nu. Wie heeft de politie? Toekomst! waar is die andere heen? In de parkeergarage onder de Macebank. Nou, waar zit die ingang? Nou, dat was Jan. Leuk allemaal politie hier. Ja, sorry. Ik had eerst die zwarte busje.
Oh, toen komt ze even ruzie met de politie, zie ik. Ja, klopt. Oh! Ja. Of... Oh! Nou Jan, dan scheid onze wegen, scheiden. Ja. Ja. Ik moet hier heel even weg. Ik kreeg mijn tweede kans en ik kom tussen drie van hun in. Dat was helemaal kansloos geweest. Ja. Oh, dat zijn wel mooie kansen die je dan kreeg. Ja, dat was echt een mooie tweede leven. Redt hier een vrouw? Zijn jullie dat toevallig? Nee, ja, ik ben een vrouw. Ja, hè? Ja, toch? Ik ben een vrouw. Ik sla in elkaar, helaas, is niet. Maar Jan, je loopt nog ergens of zo? Nou ja, in principe niet meer. Oké. Okay. Want ik ben voor de tweede keer dood. Oh ja, maar dat mag niet, hè? Je hebt altijd even een zoveel seconden weglooptijd. Ja, oké. Okay. Ik heb nu zeg maar wel een veilig punt waar ik ben. Nou, je hebt even altijd een paar minuten vrij. Ik weet niet of je meteen gekild bent in die paar minuten erachter. Nou ja, ongeveer binnen 30 seconden zo. Ja, nee, die geldt dan weer niet. Nee, dan dachten ze dat ik dat was waarschijnlijk. Ja, ja. Dat had ik zo'n gevoel. Nou, dat vind ik heel fijn, want het heeft wel de afleiding voor mij gedaan. Die ene nou, die... Nou, ik zeg het. Beter hey, er loopt iemand naast met een wit broekje. Ben jij dat, Jan? Nee. Oh. Wie heeft er een wit broekje van jullie? Ik niet. Oh. Zeker wel. Oh. Nou, waar sta je dat toekomst? Was wel even spannend. Ik rijd. Je rijdt, oh. Ja. Ik loop. Ja. Nee, dit is wel goede communicatie ook gewoon. Maar mag ik even rijden, Mark? Ik rijd in de richting, ik zie niemand. En Mark ziet niemand. De laatste die ik zag was Jan. Nou, dat, en mis je hem hoezo? Nog? Jan had ik, hadden we neergeknald. Klopt. Ja, dus wie had je als laatste gezien? Ja, Jan. Meer had ik niet gezien. We hebben Jan eerst neergeknald. Daarna zeg je, het loopt er een naar beneden. Maar die andere liep, weet ik niet. Over. Die andere die zag ik niet meer. We liepen naast elkaar, Mark. Ja, maar die Jan, andere die heb ik met vijf gegaan. Mark, goed, nog een keer. Je... Jan was neer. Wie blijft er dan over? Ja, Chromio heb ik niet gezien. Oh. Serieus? Maar? Echt waar. Wat is er, Mark? Ik hoorde net een winkeloverval. Een winkeloverval hoor jij? Wat? Hoe kun je dat horen? Mark hoort een winkeloverval. En ik zie hier ook eentje rennen. Waar? Waar? Het zit vlak bij het vlammetje in de buurt. Bij vlammetje in de buurt? Ja, daar hoorde ik net een winkelovervalletje. Jij hoort een winkeloverval bij een vlammetje? Ja, daar hoorde ik een winkeloverval. Dat kan nooit zo snel. Maar hoezo hoor jij een winkeloverval? Hé? Die snap ik echt niet. Ik hoorde het winkelalarm. Ja, maar dat zou je zelf wel geweest zijn met je balzak? Nee. Ik heb nog nooit van een winkelalarm gehoord. Maar ik vind het wel een leuk iets. Maar ik denk niet dat ik of Jan nu een winkel gaan overvallen tijdens deze game. Ja, dat lijkt me niet handig, nee. Nee. Maar je mag het gaan checken allemaal, dat vind ik hartstikke goed natuurlijk. Dat is leuk. Maar ben je al bij het vlammetje dan, Mark? Nee. Oh, waarom ik niet? Wil. Ik zit naar het vlammetje. Je moest de groeten doen voor Krijn. Je zei je hoorde bij het vlammetje een winkeloverval. En je bent niet bij het vlammetje. Hoe hoorde je daar dan het winkelalarm? Nou, er staat dus een benzinepomp naast erop. Ja. En als je daar naartoe gaat bij het vlammetje, dan zal ik je een aanwijzing geven. Nou, ik rij wel even naar het vlammetje dan. Ja, oké. Okay. Ja, dat wordt leuk. Weet je, dan kan ik je even wat mooie tips geven. Oh. Kijk, dan kan ik bewijzen dat ik daar niet in de buurt ben in ieder geval. Nou, dat scheelt nee, alweer, dan hoef ik in ieder geval niet verder te rijden. Nee, dan hoef je daar niet verder te rijden. Oh, wie rijdt er met die zwarte auto nu de weg op met een rode jas aan? Onder de snelweg door? Nee, niemand? Nee, niemand? Nee. Nee. Oké. Niemand is nog steeds bij die pomp daar. Bij die pomp? Ja, er staat een benzinepomp bij het vlammetje. Ja, mooi vlammetje, jongen. Ik vind het zo'n mooi vlammetje. Nee. Mark? Ja? Ben jij bij het vlammetje? Nee. Heb je die pomp al gecheckt dan? Nee. Ja, jij hoorde een overval, hè? Niet ik. Ja, Mark. Te ver weg. Je hebt wel een mooie witte auto trouwens, toekomst. Ik heb geen witte auto. Oh. Nee, hij reed in dat busje zo net. Oh. Dat was brandweer helemaal niet, maar die zegt het niet. Oh jawel, er rijdt nu iemand met die pomp. Dat is al een witte auto, of niet? Kijken. Er staat toch een witte auto bij die pomp, of niet dan? Ja. Nou, dat is brandweer, dus die staat bij die pomp. Ja, kijk, dat bedoel ik. Lekker, man. Pompen, pompen, pompen.
Nou, Verhoopte staat er bij die pomp. Mark, waar ben jij? Bij de pomp. Oh, bij de pomp. Ook al bij de pomp. Nou, gezellig, ik ook. Zijn de brandstofprijzen aan het dalen? Ja! Gladiol! Waar kwam het vandaan? Waar kwam het vandaan? Ik hoorde het van rechts. Ik hoorde het van rechts. Voor de gebruikers links. Als ik met mijn rug naar de snelweg toe sta. Nou, logisch. Even wacht. Als ik kom hier met de stond, ik sta hier in de pomp. Trouble, huh? Ah! Okay, what the fuck? Ik weet niet wat je allemaal doet met brandweer. Je zit jezelf twee keer op te blazen. Ook dat er bericht is blijven staan. Maar dit brandt weer nog een keer. Ja, ik weet niet wat brandweer aan het doen is. Die zit allemaal aan het opblazen zichzelf zo. Ik ben allemaal een terrorist. Ik sta bij de pomp. Ja? Ik stond naar voren te kijken. Ja? Dus ik kijk naar dat JC billboard. Ja? En toen hoorde ik de kogel van rechts komen. Joh, de kogel kwam van rechts. Dat is niet waar, de kogel komt bijna altijd van links. Van rechts. Want vraag maar aan Pim Fortuyn. Hij kwam over mijn rechter headset. Ja, maar dat is net hoe je het bekijkt. En het enige wat rechts van mij staat, wat een hoogte heeft, is die bouwput. Nou, wat dacht je van de snelweg waar ik op liep? Ja, ik zeg verder niks natuurlijk, hè. Chickies. Maar ik ben al lang weer doorbrand. Bedankt voor de afleiding, want nu kon ik er mooi langs. Thank you, come again. Hey Jan, dat hebben we even goed gefixt zo, hè? Ja, jeetje. Mooie afleiding manoeuvre. Ik was ook bij de pomp namelijk. Oh, echt? Oh, dan is dat helemaal goed gelopen zo. Yo, ja, ik niet, niet de pomp bij het vlammetje, maar... Ik heb even een dame opgepikt, die heeft een lift Jo, nodig. Rob, je gaat nu... die zit nou te ketsen, jongen. Nou... Ja, ik denk de communicatie is on top. Dus maar wacht even. Mark, zit jij toevallig in Paletto B? Nee. Oh. Nou ja, het kan. Ik ga de huiskraan gewoon eens even op. Mark is met de meesbank, denk ik. Nee. Want als de ene maar hier kapot knalt, dan moet hij hier in de buurt zijn. Ah, je hebt wel mooie zwarte mouwtjes op je grijs truitje, brandweer. Ja, ik zoek even een parkeerplekje op. Ik moet eerst zeggen, ik ben even druk. Jongens, je moet het even zonder mij doen. Ja, is goed. Toekomst. Let's get lost. Ja, ik kom gewoon eens naar die bouwput. Ja, doe maar. Hè? Ja. Doe dat nou maar gewoon. Kun je het vinden, Rob, bij de donutzaak? Ja, hij zit dan bij die donutzaak te clearen, hè? Dat is Rob volgens mij, ja. Inderdaad. Die staat op de parkeerplaats, denk ik, dan zien we rijden in zijn blauwe auto met een dakje volgens mij. Ja, dat dacht ik dus ook al. Ja, ik verklap natuurlijk niks, weet je wel. Nee. Hij mist ook een achterlamp. Het is wel lekker rook hier. Hé, hey, brandweer, als je boven bent, moet je het even zeggen, ja? Kom erop. Ja, even door nog. Je bent er bijna. Nog 2-3 meter. Ja, bij de donutzaak nog steeds. Ja, je bent er brandweer. Oh, nee, je gaat weer naar beneden, jongen. Ga naar boven, man. Oh, nice. Ja, ik sta bij de pomp. Ik sta net een balletje mayo te halen. Ik zie je gewoon zo'n kraan in klimmen. Het is niet te geloven weer dat we elkaar zo meteen weer zien. Zo. Oh. Oh. Ja. Was het ongeveer boven je? Zag brandweer het vuurwerk? Nee, wat doet hij nou? Nee, ik denk ik steek wat vuurwerk af boven. Nou, brandweer is weer dood. Je bent al 4 keer dood of zo? Nou, jouw leven is ook kwijt. Nog 1 keer dood brandweer. En dan... Ja, jongens, even rustig hoor. Ik heb de $100 betaald. Ik wil. Jeetje. Een stressvolle baan hoor, dat zoeken. Hey, maar brandweer. Nu werk boven je hoofd. Aangezien je toch zo slecht bezig bent, kun je me niet gewoon een lift geven? Ja, is goed. Oké, waar spreken we af? Bij de pomp. Bij het vliegveld. Ja, is goed, bij de pomp. Ja, wie is die politieauto? Nou, ik heb een andere flair hoor. Wie is die politieauto bij de pomp? Ja, we weten al... Jongens, wie is die politieauto? Ik zie dat de lamp kapot is en hij rijdt over de stoep. Er is nog maar één iemand die een politieauto zou pakken. Ja, Mark waarschijnlijk. Wie heeft er bounty brandweer gezet? Ik het niet. Maar, wie was die politieauto nou dan? Ik niet. Toekomst. Toekomst? Heb jij je mond in je ballen zitten? Nee. Oké. Oh, iemand is bij de pomp aangekomen hoor. Met zijn dikke SUV... Hij moet hier gewoon nog in de buurt zitten. Kan niet anders. Ja, nee, hoezo kan niet anders? 180 cc. Als je mij ziet, dan moet hij nog hier in de buurt zijn. Ja, maar misschien ben ik al veel verder en sta ik op een heel hoog punt. Met mijn sniper kan ik ver kijken, hè. Kijk, ik geef je één hint. Grote, gele kraan. Dat is alles wat ik je nu ga zeggen. Een grote, gele kraan. Een groot,
Een grote ja, kraan. Ja, maar een grote gele kraan staat in de stad. Nou, waar zal die dan zijn? Hé, hey, met sniper. In, wat denk je dat ik allemaal kan zien vanaf daar, brandweer? Oh. Brandweer, bakootje van me. Snap je wat ik bedoel? Ik ben weer even bij de pomp, in ieder geval. Ben je weer bij die pomp? Nee, bij de volgende pomp ben ik. Ah, oké. Okay. Grote gele kraan, nou. Ik loop gewoon alle pompen af vandaag. Ja, nou, is leuk. Ik bedoel, doe de groetjes bij de pomp. Alright. Nou. Ja, zoals Egbert altijd al zegt. En Pieter Netel. Oh, ik raak mijn bloed zelfs aan. Ja, maar dat is zo kloten. Want dan loop je van de trap af en dan gaat hij niet die trap pakken. En dan gaat hij gewoon lopen Mark, kutten. Mark, waar ben jij dan? Ben hem aan het zoeken. Oh? Ja, ben je me aan het zoeken, joh? Ik ben een wip aan het maken. Het kost me $100. Goh, ik maar denken dat dus Mark maar helemaal niet aan het zoeken was, hè? Nee, dat had ik ook niet verwacht. Die is me gewoon aan het zoeken, die Mark. Ja, hoe is het mogelijk? Verdikke me. Tjonge, jonge man. Ik mag hier geld investeren in de lopende toerisme. Tjonge, jonge, daar pomp ik een hoop cent in, hè. Ja, nou, brandweer, sta je nou bij die pomp of niet? Ja. Ik sta nog steeds bij de pomp. Jij staat nog steeds bij die pomp? Ja. Jeetje, man. Jij bent wel een doorzetter bij de pomp, hè? Hoeveel broodjesballen heb je al gepakt? Ah, zat. Oké, zal ik even kijken of ik kan zien van afstand? Pompidom, pidom, pidom, pidom. Even kijken, heb je die witte bus, die grijze auto of die bruine auto? Die witte. Nou, die zie ik niet. Ik heb wel een witte bus. Ja? Oh nee, die zie ik dan weer net niet. Maar waarom heb je je lamp uit? Ah, dat ik aan het tanken ben. Ja, je moet zoeken, hè? Niet tanken, hè? Ja, ik denk, zeg het maar even, weet je wel. Je bent brandweer, geen flits, hè? Het is geen RP-brandweer. Nee. Je hebt oneindig veel benzine. Ja, dat is echt fijn ook, hè? Ik bedoel, moet je maar eens gewoon testen. Je kunt gewoon oneindig rijden. Nou ja, in jouw geval met schade misschien wat minder. Nou ja, ik ga er ook niet op wachten hoor. Dat duurt me allemaal te lang met die brandweer. Zo. En weer door. Oh, hier staat ook. Ja. Nou wil ik eigenlijk even een roppie doen. Een roppie? Ja, oh, wacht. Even... Ik zie weer dames. Ik heb even weer werk te doen. Oh, goed zo. Ja, ik zie ook een dame. Ja, blijf doorgaan hoor. Rob, ik heb er hier eentje voor je. Ze loopt net weg. Hey. Godverdikke me, ik kan in deze auto geen eens een eentje meenemen. Wat is dit nou weer? Rob? Nou, dan moet ik toch maar die Mercedes Rob pakken die hier staat. Die achterhaven. Vrijheid in een volgetankte Mercedes. Ja, ik... nou gaat ze er vandoor. Dat kost me... Oh, scheelt me weer $100. Maar jij zei... Oh. Hier is je al niet meer. Fuck. Jachthaven? Wat is dat? Kleine jachthaven. Kleine jachthaven. Daar word ik moe van, man. Nou, maar hier is je alweer weg. Rob, die is meer van de nacht. Ja. Denk ik. De nachthaven. Oh. Maar brandweer. Hoe was het bij de pomp? Goed. Je zei dat je een witte bus had. Maar dat was geen witte bus, hè? Nee. Nee. Maar je zei dat je een witte bus had, dus aan jouw communicatie hebben mensen ook weinig. Nou, dan ga ik jou toch niet zeggen welke auto ik heb. Nee, oké, okay, dat is ook wel weer slim natuurlijk voor jou. Maar goed, zo slim was het ook weer niet, want je hebt me niet. Nee. Mogen we ook in de lucht of dan niet? In de lucht? Ja. Wat in de lucht? Hé, hey, wat een mooi vlammetje. Jij wil een helikopter pakken daar waar je nu staat? Ja. Nee, dat kan niet. Want dan ga je zo meteen weer tankers aan de andere kant van de map, weet je wel. Ja, dan denk ik van nou, laat ik ook even in de woestijn kijken of wat te doen is. Maar daar zit hij maar wel vanuit de haven. Wij zien jou niet, maar als de kijkers een duimpje omhoog doen, dan zien ze misschien mij wel. Oeh. Ik ben, hoe moet ik het even zeggen? Nou? Ja, zonder dat hun het snapt. Ja?
Oh, dikke chocoladeletter. Lekker, man. Oh, ben je daar? Ik weet niet wat hij hier doet. Ja, de S van Sinterklaas ligt hier. Ja, dan weet ik wel waar je bent natuurlijk. Ja? Ja, de S van Sinterklaas, dat is een bekend. Op mijn primo. Even een loopbrugje over zo. En goeiedag, man. Als hij praat, auto, dankjewel. Is, dan gaat hij toch naar is hij al vlak bij het airport. Kan niet anders. Ik? Ja? Ja, ik zie je. Ik ga even rondrooien. Ik ben wel, zeg maar, vlammetje onderweg. En zo. Weg. Ja, ik ben onderweg. Je bent wel onderweg, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, ik niet. Ik doe zelf gewoon rustig aan nog steeds. Ik hoor een trein. Jullie ook? Ja, ja, dan ben ik. Ja, kijk. Ik ben verkleed als trein. Ja. Als stoomlocomotief. Ik ben vandaag verkleed als trein. Ik denk, doe een keer gewoon wat gek. Ik doe een keer wat anders, weet je wel. Ja. Ik doe een keer wat anders. Oké. Ik ga eventjes wat shit oplezen hier. Praat een auto. Nog dankjewel daarvoor. Super bedankt voor je support. En Adriaan, dankjewel voor de 5 gifted subs. Thank you so much voor je support, man. Hoe gaat het met iedereen? Leeft iedereen nog een beetje? Ik hoop het wel. Zal wel fijn zijn, weet je wel. Ik wacht even op die gehaktbal. We pakken het riool al even. Nee, brandweer dan nog niet, jongen. Nee. Daar ben ik al. Riool ben ik. Hé, dat was jij die ik langs zag lopen. Oh, ik schrok al een petje, jongen. Ik denk, nou nee. Oh, wat is dit? Ah. Zit je daar lekker in de room? La 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 la, gehaktbal. Alle gehaktballen verzamelen in de chat, let's go! Oh, pop, 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 pop. Gehaktbal. Ja la la la, ja la 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 la, gehaktbal. Oké, ik zie een mooie groene struik. Heel mooi. Nou, dan mogen we maar met z'n allen door alle groene struiken. Kijk, hier kan ik niet verder, dus ik maar wat terug. Gehaktbal. Hey Adriaan, super bedankt voor je support, jongen. Thank you so much. Mag ik eventjes een hartje in de chat en een jacuzzi? Voor Adriaan, gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het kan. Thank you very much. Oké, here we go. Oh, nou. Ik zei here we go, maar het is niet echt een here we go. Here we go. Here we go again. Ik moet zeggen, het was wel redelijk spannend dat ze dan gelijk met z'n 2 en 3 al gaan rijden. Maar... Ja. SUV en een sedannetje. Ja, gewoon allemaal tegelijk ook in één keer, hè? Bam. Nee, dat hij dan ook nog crasht en 3 keer over de kop klopt met zijn auto of zo. Ja, maar SUV. Dat vind ik ook wel weer. Dat vind ik dan ook wel weer leuk. Dat moet ik zijn. Dat moet brandweer wel zijn. Dat hij ongeveer door een bosje heen rijdt waar ik in stond, dat hij er net langs rijdt, waardoor hij me net niet raakt. Jee. Ja, wel respect voor brandweer dat hij dat doet. Ja. Maar dat doet niet lang iedereen, weet je wel. Maar brandweer die doet dat gewoon. Ja, die denkt van, zie ik hem hier staan? Ja. Laat ik hem doorheen rijden? Nee, laat ik die fucking uitgang weer vinden. Ja, inderdaad, dan is het, oh shit, here we go. Ja, dat is een vlak waar jij bijna door het bosje heen reed, waar ik in stond. Oh? Daar is de uitgang, ik flikker dan naar beneden per ongeluk. Oh, dus je bent er al wel weer uit? Ja, ik ben, ja, tuurlijk. Hij weet niet precies in welk bosje ik stond, dan reed je bijna doorheen. Nee, toe te doen. Maar ben je ook al een beetje op dreef, zeg maar? Willen we al ergens een punt voor afspreken, weet je wel, waar we gewoon samen... Ja, nou, ik moet zeggen, dat durf ik nu even niet aan. Nee, je bent toch nog wel een beetje gespannen. Ja. Oh. Is zeg maar hol? Zo. Ja, ik heb de flow wel erin of zo, weet je wel. Ja. Kijk, ik loop nou, hier lekker. Ik even, maar... Even een beetje oppassen zo. Hier, merk ik. Nou, dit gaat goed. Ik ga nu echt heel snel. Ik heb nou echt zo... Man. Ik heb de flowvis op de body gestopt. Dit gaat goed. Flowfish. De flowvis zit erop, hoor. Ja, nou... Wie rijdt hier voor? Ja, dat ben ik. Sorry. Ja, dat dacht ik ook al. Schiet hem maar gewoon neer dan. Ja, fuck it. Ik denk ik ga ook gewoon rijden. Precies. Dat is leuk. Beetje voor de afwisseling. Ja, een beetje afwisseling is ook gewoon wel leuk. Precies. Dat doen we met een auto, doen ze niet echt een afwisseling, merk ik wel. Ja, ik vind het wel romantisch. Oh. Want ik zit niet in een auto, dus ik doe heel veel afwisseling. Nou ja, blauwe busje rijdt ook nog steeds.
Ja, ik heb de flow te pakken hoor nu. Ik echt. Hier zit niemand. Hier zit niemand. Nee, ik ga ook echt niet zitten. Nee, dat ga ik ook niet doen. Ik ga echt gewoon rennen, Mark. Ik wil winnen. Ja. Ik wil die win pakken. Go big or go home. Ja joh, vaak ben je te bang. Vaak ben je te bang. Ja, la. Dit ging echt net goed. Du. Alright. Ja, kijk eens even aan. Hebben jullie al een beetje door waar iedereen zit of zo van jullie zelf ook? Of moet ik tips gaan geven aan jullie? Ik weet niet waar mijn zoekers zitten, dus ik ben maar weer lekker even aan het lopen om het vliegveld. Ik denk dat één zoeker van jou staat ergens met de hoofdingang, gok ik. Oh. Mark? Goed om te weten in ieder geval. Denk ik. Mark, zou dat kunnen kloppen? Nee. Nou ja, één iemand staat bij de hoofdingang en dan staat er ook nog één iemand aan de zijingang, Rob. Ja, iemand denkt nog gelijk rechtsomkeerd, richting vliegveld, denkt hij, in zijn SUV. Ja, die gaan nu natuurlijk mijn tips gebruiken ook gewoon. Ja, ik zou gewoon nog ergens bij de jachthaven in de buurt. Ja, en eentje staat er nog bij de jachthaven in de buurt waar niemand meer is. Dat is altijd handig. Nee, sta je te tanken. Jij bent aan het tanken, Rob? Nee, brandweer. Oh ja, ja, die is even aan het tanken. Kopen diesel, rode diesel. Ja, ik sta gewoon boven op de snelweg, zeg maar, op die hele grote brug, weet je wel. Ik zie gewoon iedereen. Ja, dat is ideaal. Ja. Ik denk, loop ik gelijk naartoe. Gingen ze allemaal in dat ene gebied om te rijden waar ik het over had. Nou, kon niet beter. En ook echt gelijk weer terug het riool in rijden. Nou. Hey. Nou ja, weet je dat... Ja, om even in die stemming te komen zo, ja. Ik vind het ook. Precies. Ja. Ja. Precies dat. Ja, toch? Ja. Ja. En daar heb je dan wel weer een... En shumpel. Pom, 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 pom. Klap met pom, mijn schuimpje pom, pom. Op een shumpel. Ik ga lekker door met mijn knumpel. Oké. Okay. Dit gaat goed. Ik vind het leuk hoor. Dit gaat helemaal hoeteli toeteli floeteli. Hoeteli toeteli floeteli. Echt helemaal hoeteli toeteli floeteli. Dat is helemaal hip tegenwoordig. Ja, wie heeft er een zwarte jas aan met gele letters op zijn rug? Weet je wel, dat is dan de vraag. Kan iemand tapen antwoorden van jullie? Jawel, ik niet. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Jawel, één iemand van jullie heeft dat. Toekomst waarschijnlijk. Toekomst, ben jij dat? Nee, je had een witte broek aan. Toekomst? Ja? Ja, nee, ja, ik vroeg het aan je. Ja, ik heb gewoon een wit grijzige broek. Ja, oké, okay, dus jij bent dat niet, met die zwarte letters. Nope, ik heb helemaal geen letters op mijn kleding. Mark, dan was jij het gewoon. Nee. Mijn werkkleding, oké. Okay. Hoezo was jij het niet? Ik was het niet. Dat meen je niet, joh. Ik vind het echt zoiets voor jou. Nope. Ah, jammer joh. Maar, weet je al, Jan, meer informatie? Want, weet je, hun zeggen niks. Hun durven ook niks te zeggen. Ik bleef gewoon doorpraten over dat ze op 2 meter afstand staan waren, maar ze reden al weg. Dus, nou, oké. Oh, die zijn al weg, joh. Beetje saai. Ja, ik denk, nou, ze blijven hier maar onder en dan ga ik er maar gewoon vandoor, weet je wel. Oh, joh. Maar ik vraag ook de hele tijd aan wie er bij me rijdt, maar ik hoor ook niks. Nee, er rijdt ook niemand bij jou, want jij staat ergens achterin helemaal. Vroeg je toen ook of wie rijdt er voor me in dat blauwe busje, maar... Je gaat dus ook scheid aan. Ik ga maar eens alvast even op het vliegveld kijken. Oh? Jij gaat op het vliegveld zitten kijken? Ik rijd nu bij airport. Ik rijd nu bij airport zelf. Oké. Nou, ik sta op het strand. Bij een mooi wit gebouw en ik zie een rood busje rijden in de verte. Ja, die heb ik ook nog een paar keer gezien, ja. Dat is Rob, in het rode busje. Rob, staat je goed, man, dat rode busje? Oh, ja, hij rijdt nou weg. Tekent, hè? Tekent een beetje mijn leeftijd, Ferrari rood. Ja, echt helemaal Bailey Geco. Ah, rood van de kleur van de dames, hè? Vind je niet, Rob? Zo, nou, de kleur van de dames begint het hier al over. Rob, wat doe je daar, joh? Waar? Ja, jij staat bij Bill Geco. Oeps.
Moet je dan naar rechts, Mark? Nee. Mark! Jij gaat maar schieten. Ja. Ja, jij zit bij mij te richten. Jullie moeten eens communiceren met elkaar in plaats van schieten, stelletje gehaktballen. Als je ook hey, wie stapt eruit? Ja, ook gewoon heel cool lopen met het handpistool, niks zeggen. Hey, als degene niet zegt, dan mag die doodgeschoten worden door de wegloper. Ja, nee. Ja, dat was Rob. Ja, jij bent het? Oké. Ja, ik moet even naar mijn collega's toe. Die zitten hier een paffie te roken. Ja, die zitten lekker checken te klappen. Dus ik klap er even eentje met ze mee. Oh ja. Nee, hey, jongens, nog een saffie over? Ja, jullie zeggen net zoveel als mijn hulp is. Heb je dat hier? Busje? Geen idee. Ho! Brand, heb jij dat? Zwart? Ben ik. Ja, jongens, ik heb mijn deo onder gedaan. Wat is er? Ik heb mijn deo onder gedaan. Ze rennen in één keer weg. Oh? Waar zitten ze op? Jongens. Waar? Het is Muskus Markgeur. Kom hier. Nou, waar is hij? Ik wil een checkie. Oh, ik zie al nieuwe mensen hier. We hebben vast wel een checkie. Oh ja. Ah ja, die hebben wel een checkie. Yo, broeders. Mark, ik gebruik nooit meer jouw deo. Mark, heeft hij jouw deo gebruikt? Dat meen je niet. Voor mij niet. Verdik me. Nou Rob, hoe is het nu? Ja, nog steeds kut, want ik heb nog steeds niet kunnen roken. Ai. Waarom krijg ik politie me aan? Ik doe niks. Ja? Is dit wie ik denk dat het is, zeg maar? Ik weet het niet. Kijk eens achter je. Yo, hoe is het? Hoe dan? Hey, jij ook hier. Hoe kan dat nou weer? Ja, gezellig joh. Jij ziet mij gewoon in één keer hier staan. Dat is wel heel toevallig. Oh, nou, dat is wel leuk. Even kijken hoor. Als dan Rob zo meteen gaat draaien. Even waar kijken. Is die dan? Ja, niet pieken verder. Nee, dat is ook niet heel verstandig. Ik weet niet waar Rob is. Rob de kans van 1 op 1000 of zo. Ja, dat is serieus echt. Dit is zo'n mini gebouwtje en dan kom ik hier tegen. Ja. Holy moly. Echt onbegrijpelijk. Niet schieten. Ik stond hier zeg maar een klein stukje terug, gewoon de hele tijd in een bosje. Oh echt? Ja, heb ik denk 10 minuten lang gestaan. Dus wel helemaal om. En toen dacht je van nou, dan ga ik hierheen. Ja. Mijn auto werd net beschat. We staan niet op een gebouw, Rob. Kan je één ding zeggen? Maar het kwam die kogel die kwam schuin van boven op richting mijn band. Want ik zag een spoor van de kogel, zeg maar. Oké. Okay. Dus het zit ergens bovenop. Dus ik ga eens eventjes kijken. Hier dan ergens op het gebouw. Ik weet niet eens of je op dit gebouw kan komen, trouwens. Oh. Nee, dat weet ik zo ook niet te zeggen, eigenlijk. Welk gebouw erop? Bij die trailers. Bill Gecko. Daar. Dat kan niet volgens mij. De Gil Gecko? Bill Gecko. De Gil Gecko. Bill Gecko. Waar is Mark en toekomst en de rest? Ja, vliegveld. Die zit Mark zit op het vliegveld al. Die is aan het vliegen. Dames voor lichte zeden aan het oppikken en zo, je weet toch hoe die markt is. Ik ben even aan die zijkant waar die uitvaart van die haven is. Uitvaart van de haven? Ja. Doe je bellen dan? Nou, precies dat. Ik zit hier achter iemand... Oh nee, Rob, ik heb een vrouwke gevonden voor hem. Misschien dat ze mee wil lopen. Nee, want die vrouwtjes worden alleen s'avonds actief. Komt de trein niet eens op, joh. Oh. Liftje nodig? Nee hoor, ik wil eventjes een beetje tussen alle dingen doorrennen, want je kunt niet overal komen met de auto. Ja. Zijn is wel heel stil. Nee, wij zijn niet stil. Wij zitten gewoon te kijken hoe Rob Rons aan het lopen is. Ja. Ja. Ik zal rode busjes laten staan. Ja. Ja. Ja, waar bevind jij je ongeveer? Wat zei je? Ja. Waar bevind jij je ongeveer? Ja, ja, bij Slot of Zeven. Bij de Bellico Billy. Ja, niet op het Xero gebouw of zo. Nee, Xero gebouw zitten wij niet op.
Nee. Nee, nee. Niet meer dus. Nee. Nee, dat weet ik niet. Ik weet ook van niks. Nee, dat weet ik niet. Ik weet echt niks. Ik hoor wel een... Hoor je dat in de verte? Ja, de sirenes. Ja, ik hoor een sirene. Ja. Hij is wel ver weg hoor, die sirene. Ja. Ja, ik weet van niks natuurlijk, maar sirenes zijn sirenes. Ik probeer gewoon te ontvluchten natuurlijk en niet te pakken. Weet je wel. Als ik sirenes hoor, Zo komt hij voorbij knallen daar hoor, zag je? Adeline die gaat tot door het dak gewoon. God, wat scheurt hij snel hè? Ja. En toen komt hij. Oh. Yep. Zo. Mark, waar ben je? Ik ben bij datzelfde gebouw in de buurt. Hetzelfde gebouw? Oh ja, precies. Jij bent bij hetzelfde gebouw in de buurt? Nu snap ik het. Of zoiets? Ja, wij zijn al uit de buurt van hetzelfde gebouw. Ja. Maar waarom rijdt er iemand met een vrachtwagen rond? Ja, dat snap ik dus ook niet. Ik bedoel, van alle auto's die opvallen, valt die vrachtwagen echt op hoor. Ja. En dan hebben we het nog niet eens over andere auto's. Nee, bijvoorbeeld. Nee. Wat voor vrachtwagen dan? Ja, gewoon met allemaal troep achterin en zo. Nee, zit geen troep in de vrachtwagen achterin. Nou, weet je wat? Ik oefen mij op. Want jij hebt nog geen leven, hè? Jij hebt geen leven. Meer, nee. Oh. Nee, ik heb echt geen leven, nee. Ja, ik offer mezelf wel op, weet je wel. Ja. Dit doe ik voor jou, Jesse. Dit, hier komt-ie. 3, 2, 1, go. Boek naar de penalty. Jij blijft daar, hè? Ja, is goed. Ja, oké. Okay. Ik moet even uitvogelen wie dan wegkomt, maar... Ja, maar dat je wel even oppas. Ja. Dat je niet kapot gaat, hè? Nee, ik zie nog veilig. Gaat hartstikke mooi. Oké. Wie is hier de grijs? Is het de toekomst? Ja. Gewoon neerschieten. Dat ben ik de toekomst. Dat is de toekomst volgens mij, hoor. Ja, dat moet toekomst zijn. Ja, voor mij ook. Oh, dit is wel handig. Wat dan? Nou, gewoon. Oké. Ik struikelde op een plek waar ik helemaal niet wil zijn. Weet je wel? Zo. Ja, dat heb je soms, hè? Ja, dat overkomt de beste. Ja, nee. En de slechtste. Maar goed, het maakt niet uit, weet je wel. Geprobeerd is geprobeerd. Ja, precies. Ik hoop jij nog, Mark? Ik? Mark? Die is in Paleto. Ik zit op een vliegveld. Die zit op een berg. Oh, die maakt die children van op vliegveld. Zo, maar ben je op een vliegveld aan het doen, Mark? Want daar mag je niet op. Nee. Je mag alleen voor het vliegveld. Ik ben schouder voor de politie even. Ik denk, zeg het maar even, Mark. Ja, dat zie ik, dat je bent aan het schuilen. Ja, hoe kun je dat zien? Je ziet mij niet, toch? Nou, poepoe. Man. Ik ga de stad weer even... Nou, je hoeft de stad denk ik niet in hoor, en ondertussen zijn ze allemaal op Hawaii. Ja, ga maar even de stad weer in. Ja, dat zou ik ook doen, ja. Ja, ik zou even de stad in gaan als ik jou was. Gewoon even lekker romantisch de stad in. Ik zie er iedereen lopen. Ho, we zien iedereen lopen! Bij de... Ho! Kut, ik kan hier niet vanaf. Fuck! Bij de... Onder de snelweg, bij die pijlers van de grote brug. Ho! Jongens! Jan? Ben ik dat of... Ik gok van wel namelijk. Hij staat op de pijler. Kom aan. Ik kom eraan gerend. Ik heb de conditie van een walvis. Jan, ren voor je leven, man. Ja, ik blijf lekker stilstaan. Good luck, have fun. Denk ik. Here we go. Ik ga gewoon rennen, Jan. Ja, is goed. Ik ren ook alweer, maar... Ze dacht dat ik op een parkeerplaats zat of zo. Nee, my grandfather always told me... Just go on with the flow. Precies. Ja. En that's what I did, you know. Zij zei, ik sta op die brug. Ja, ik nooit gestaan. Ga eens naar die parkeerplaats toe waar ik niet meer was. Maar ik heb nooit gestaan. Nee, ja, dat is dus het hele ding inderdaad. Ja. Ik snap dat niet. Ah joh, weet je. Life goes on, zeggen we altijd maar. Zeker. Obla di, obla da. Dat is ook een lekker nummertje hoor. Nou ja, ik ga nu de zee in zwemmen. Ja, precies. Pardon? Gewoon even de zee in zwemmen, is toch leuk? Swim myself in the nightly sea with my beer to need. Met bier in de... Dat heb ik een keer geprobeerd in de vijver. Geen aangaan. Oh. Ja, staat het vol met slootwater, zeg maar. Vijven, water en zo.
Nou, vriendjes en vriendinnetjes, waar zijn jullie dan? Ik rijd langs het vliegveld. Okay. Ik ben bij de vliegveld. Ik had de parkeerplaats. Ik haal die parkeerplaats, waarom? Oh. What the fuck? Kan ik politie achter me aan? Ja, dat snap ik wel met al die vrouwen. Ja, ik val ze denk ik lastig, ik weet het niet. Of weet je wel. Ja, ik probeer ze ook overdag mee te nemen namelijk. Alleen dan willen ze niet en dan dwing ik ze altijd. Oh zo, ja precies. Even kijken hoe ik dit ga aanpakken. Maar brandweerrijders in dat zwarte gepanzerde ding? Ja. Ja, al lang niet meer denk ik. Ik denk al lang niet meer. Nee, precies. Ik ga gewoon eens even op airport die parkeerplaats even bekijken. Ja, precies. Ja, dat vind ik dus ook. Wel slim is, ja. Precies. Ja, dat zijn toch wel die locaties. Als je daar staat, dan denk je van, oh ja. Ja, ja zeker. Ik denk dat ik dan even ga basketballen in de metro. Ja. Ja, ik ga ook gewoon met die metro. Want in principe... Nee. Dat brengt je gewoon naar de locatie die je wil hebben. Ik zit even te kijken waar die ingang is. Ja, je wilt iets de verkeerde kant op, maar... Waar is de ingang van de parkeerplaats ook alweer? Aan de zijkant, bij de snelweg. Waar je naar binnen kan, zeg maar. Waar is wat? Ja, vaak vlak bij de uitgang ook. Weet je, je hebt van die natuurreservaren, die zijn mooi. Die voelen goed, die zien er smooth uit. Dat zijn de mooiste momenten. Rob, ben jij toevallig op een schans aan het vliegen? Ja. Oké. Okay. Het klonk al een beetje zo. Oh. Hadden we niet gedacht. Dus. Nee, ik ook niet. Het is ook niet wat ik nou als eerste zou denken met een auto. En vlieg je dan met een vrouw of zonder vrouw, Rob? Ja, zonder. Zonder, hè? Even kijken of hier nog iemand loopt. Ja, precies. Oh. Oh, daar ben jij. Oké. Ja, want een NPC die loopt namelijk weg als je ze aantikt. Ja, dit is een NPC. Dat is ook een NPC. Oh, jij gaat nu voor iedereen aanrijden. Hij gaat iedereen aanraken. Je mag ze niet aanrijden, je mag ze alleen bekijken. Ja, maar als ik er dichtbij kom, dan een NPC die rent altijd heel dus verbaasd gewoon, weg. Dus gewoon wegrijden, Jan. Ja, is goed, ik rij gewoon weg hoor. Ja. Nou, dit zijn twee vrouwen, dat zijn ze sowieso niet. Hi! Jan! Ja, wat is het? Jannie! Ja! Woe! Oeh, hallo. Kom eens even wat hier, is het hier hoog? Kom eens even hier, ik ga jou meenemen. Hoe is het, Jannie? Ja, wat lekker! Wee! Jongen. Wat is het gezellig hier, hè, Jan? Jeetje, het is ongelofelijk. Echt leuk, ik heb echt lol. Ja. Ze gaat er vandoor. Wacht even, kom eens even hier. Ja, rennen. Weet niet, wie zit hier achter me aan? Goh. Brandweer. Dat is brandweer weer. Oh. Ze brandweer achter me aan. Nee, nee. Man, mijn keel zeg. Dat moet ik ook niet langer doen. Nou ja, hey, het heeft me in ieder geval weer $28 opgeleverd. Oh. Wat hebben jullie nou weer gedaan dan? In plaats van 100 gekost. Ja, maar anders kost het me $100. Nu levert het me wel geld op. Ja, dat is een slimme zet weer, Rob. Jeetje man, het lijkt bijna gokken gewoon. Het is goed dat jullie nadenken daarover. Ja. Weet je wel, dat je een beetje geld verdient en dat soort dingen. Als is de game ook zo saai, hè? Ja, stoep. Want ja, Mark die zal nog wel rondrijden op het vliegveld. Ja, Mark, waar zit jij? Vliegveld gewoon nog. Waar? Op het vliegveld? Op het vliegveld mag je niet rijden! Nee, ik ga rondjes. Omheen. Ja, waar? Eromheen. Eromheen. Oké, toekomstgamer. Wie ging ons schans? Toekomstgamer! Ja? Rob. Waar zit jij? Naast de garage. Oh, precies. Naast de garage. Oké, naast de garage. Ik sta op bij de snelweg. En Rob, waar zit jij dan? Niet langs de snelweg. Ik sta bij de... Ik deed net weer even een schansensprongetje, dus jij weet donders goed waar ik ben. Oh! Ja, waar zit jij, Rob? Ik sta op de parkeergarage. Ah. Oh, dat is op zich op de parkeergarage? Ja, gewoon hoog. Even kijken waar je de... Ja, dan ga ik ook eens even kijken dan. Nou, gaan we allemaal lekker naar de parkeergarage? Ja. Kijk, hier. Er komt eentje aan. Ja, gaan lekker allemaal op de parkeergarage, dan loop ik even door. Ja, dan rennen wij even allemaal door. Hier is dit. Hoi.
Ga ik niet naar de parkeergarage? Dat zal wel Piet Herman zijn. Het is werkelijk waar. Als ik zeg waar ik ben, komt brandweer ook heen. Oh. Ja, het is net een magneet. Dit is my bed. Jouw bed? Ja, dat is mijn leven die ik heb weggegooid. Ik ga er wel af. Het brandweer staat op de parkeergarage. Oh my god, dit meen je niet. Ik zoek een plaatje weer even. Ik zoek weer aan een plaatje. Oh. Wacht, kan jij even eens naar beneden toe? Ja, ik ben naar beneden. Huh. Waar zijn jullie dan nog? Ja, ik stond aan de overkant. Ja. Nou, allemaal airport eigenlijk. Ja, het is een linkerboel hier, zeg. Ja, het is hier wel robuust gezellig. Ja. Dan kun je weer zeggen wat je wil. Kijk hoor. Even wat spotten. Ja. Even wat spotten. Ja, dit gaat heel goed zo. Ja, jij spot het lekker. Ja. Nou, je moet er eigenlijk niet mee spotten. Nee, ik spot daar ook nog niet mee. Heeft nou serieus nog steeds iemand in die blauwe bus? Ja. Hij ziet. Oh, sorry. En wie rijdt er in de politieauto? Oh. Zo, hier gaat in één keer iedereen wegrennen. Ja, ik schoot per ongeluk. Oh, dus jij per ongeluk. Oh, ja, dus ik ga ook dood, denk ik. Ja, hier komt al politie. Maar dan kan ik wel mijn koffie op drinken. En... Marktent. Ja, dat is politie. Ach ja. Hoe kun je politie achter je aankrijgen, Mark? Ik schiet je dan. Geschoten. Op wie? Ergens op Rob in auto's. Jullie schieten gewoon op random mensen, hè? Dat is echt oneerlijk. Ja, ze denken, we gaan nu maar in onze blauwe sportsedannetje rondrijden. Ja. Half huis stort hierin. Nou, dit is dan precies wat ik bedoel, hè? Oké. Nou, heel veel mensen rennen hier. Dat, nou... Ja, ja dat ik doe maar best. Ik zou gewoon door de security heen gaan. Ik zou gewoon even ergens stil. Ook diegene die wat ligt blauwe goud niet. Ja, ik ook. Ik sta ook even stil. Dat is de toekomst denk ik wel weer geweest, denk ik. Ja, dat is zo 100% toekomst. Wie is dit? We negeren alle security. Het is ongelooflijk. Wie is dat? Ah. Dat ben ik. Ja, je politieauto? Au. Hier. Krijgt iemand politieauto? Hey. Ja, ik. Toekomst. Ja, dan zie ik jou dus. Dan zie ik jou. Ja, als je schiet, dan gaat iedereen rennen. Ja, lekker. Oh. Ja, hey, wie rent hierachter? Waarachter? Hierachter. In die bouwauto. Ja, de metro in. Metro? Oh, de metro in. Oh, dat ben ik. Niet. Waar zit die metro? Hier. Nou, dat ben ik weet niet. Toekomstgamer denk ik dat het is, hoor. Ik ga eraf gaan in de metro even. Nee, zeg ook gezellig. Ja, oh, het begint trouwens wel weer donker te worden, inderdaad. Ik moet even weer op jacht. Hey, wie is dit? Daar ben ik. Ah, joh. Ja. Toekomst. Wat is dat voor pistool, one hit? Dat mocht niet. Ik heb een kop geraakt. Ja, dat normale pistool. Ai, dat meen je niet. Dat is een op al die dingen. Jongens, ik had net al een glitch, toen flikkerde ik naar beneden. Daarom stond ik naast brandweer. Dat is echt gezeik. Dus ik wil even terug naar die plek waar ik dood ging net. Dat is echt zo irritant aan dit spel met hoe dat loopt. Dan zet je de stap en dan glij je eraf naar beneden. Nou, op zich, ik kan je ook proberen op te pikken. Nou, dan gaan we niet redden, niet? Wat dan? Het vuurwerk. Ik weet het niet. Ja, dat denk ik gewoon. Dan moet ik ergens even snel landen. Ja. Ik land wel even bovenop een parkeergarage, denk ik. Land jij boven een parkeergarage? Ja, dat is goed. Ja, dat is een goed idee. Ik denk dat daar winnen we de oorlog 100%. Wie bent hier? Ik ga nu alvast remmen. Oh, dat was iets te vroeg. Nou ja, mooi. Goeie sprint. 5 reten. Rob, waar ben je stil? Hoezo? Ja, ik weet niet. Mark en de toekomst killen elkaar weer. Jullie zijn out of the game, beide. Zo vaak dood gegaan en elkaar gekild, zo kan ik het ook. Oké, jongens, ik ga ervoor. Dit wordt het moment. Ik zou het ook doen, ja. Ik ook. Ik ga ook met een ambulance over de schans heen. Oh, met een ambulance over de schans. Op het vliegveld. Jij gaat met een ambulance op. Oké. Okay. Ik sta nu denk ik op de parkeergarage. Nou, dat gaat wel heel. Toch niet. Dat gaat wel heel hard, hè? Dat is weer toekomst down.
Man, man, man! Leoman, dankjewel voor je support, jongen. Je vliegtuig ligt hier. Ja, dat zo. No shit. En hij vliegt goed hier, hé. Hoe kan het dat dat net... Ja. Zon op mijn stuiver. Ik heb de zon op mijn stuiver. Zon op mijn stuiver. Hij heeft de zon op zijn stuiver. Ja, la 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 la. Hey, wie rent hier? Waar? Hallo? Waar? Nee, daar ben ik niet. Oh, vliegtuig? Ja. We kunnen gewoon zeggen dat niks gewoon gaan schreeuwen, anders. Ja, ik weet het niet, ik ben het niet. Waar rent hij op? Ik ben het niet, hoor. Ja. Ik weet ook niet precies wat hij toont. Jongens, ik ben het niet! Hij is er wel, dus. Waar rent hij? Hij rent het vliegveld op. Rennen? Fuck! Ja! Waar is dit nou? Wat? Je staat op de waypoint en hij verdwijnt voor me snuffert. Ik ben niet verdwenen? Nee. Ja, echt wel. Ik loop nog steeds door. Ah, ik ben al helemaal aan de andere kant van het vliegveld. Hij belandt aan de achterkant. Oh. Ah. Wie is dit? Ja joh, doe anders. Ik krijg schoten van de politie op me. Ja, maar waar heb je laatst gezien dan? Met dat ding. Ja, hij liep daar naar boven toe, waar ik ook naar boven liep. Nou, dan moet hij daar toch staan of niet, Koekwouw? Ja, maar daar staat hij niet. Wat heb jij dan? Is dit hier? Auw. Nee, oppoggen. Ah, Mark. Oh, pot, dik me jongens. Waar is hij? Ja, over daar. Waar? Brandon, jij ging dood. Ja. Waar? Op die plek waar wij met z'n tweeën heen renden. Maar jij zei, hé, wie rent daar? Is die kerel nou niet dood te krijgen dan? Of? En daar verdween die. Ja, ik ben gewoon best professional in weglopen. Maar Brandon, die kijkt gewoon niet, want ik liep gewoon langs hem op. Point voor het racen. Nee. Starten. Dus dat is niet anders. Als ik een race zou starten, Brandon, dan zou ik left the game staan, hè? Ben ik. Brandon, dan zou er staan left the game. Jij zegt dat je rondjes vliegt, maar waar dan? Nou, vlak voor dat gele boeing-ding. Ja, nee joh, je moet gewoon ergens bij de ingang landen. Nu bij de hangar. Oké. Welke hangar? Zit ik in een andere sessie? Ik zit in een andere sessie! Kan ik me weer fighten? Wat is dit dan? Ja, kom maar. What the fuck, hè? Ik denk al. Dat je in de poort hebt gezeten. Nee, ik heb niks. Serieus niks, joh. Ik weet van, ik krijg een invite in één keer. Maar ik ben helemaal niet de server geliefd. Oh, huh? Jullie hebben het ook niet gezien, toch? Nee, daarom helemaal niet. Dat is echt heel raar. Nou ja. Ah. Ja, je gaat gewoon naar een andere sessie en je bent gewoon weg. Ja. Loesoe. Ja, dat is best wel slim achteraf van mij. Nou, toen komt ze wel weer dood. Ja, die is meer dood dan levend. Ja, dit is echt niet leuk, want dit is echt verschrikkelijk. Want nou ga je weer vertellen, dan moet ik weer opnieuw natuurlijk alles doen. Kannibaal. Voor mijn gevoel was ik echt al heel ver en had ik alles voor mekaar en was ik supergoed en Ho, au! Waarop? Ik sta weer bij de vliegschool. Oh. Goedemorgen, poortwachter. Ja, ik kijk. Even internet hoor. Oh, hey, betalen! Betalen! Ja, kijk hier weg. Oké, kom maar, waar sta je? Daar ben hockey. Oh. Hey, wist dit hier die hier loopt? Ben jij daarop? Nee, ik sta in de hockey. Nou, ik ben poortwachter. Hier open mij. Oh. Ja, nou. Hey, je mag niet aanrijden! Oude plek. Je mag niet aanrijden! Dit meneer, ik kan het terrein niet meer op. Hey, oh, dan mag niet schieten met machinegeweer! Weer cheats! Het is een en al cheats hier! Waar zijn jullie? Oh, hier, ik zie hij loopt hier naar boven toe! Hey, oh, niet schieten! Dat mag niet zo op afstand! Oh! Oh, wat een cheats allemaal! Wat, ik heb een top idee! Een en al cheats! Dat gebouw! Ik heb een top idee! Dat gebouw waar mijn auto schuin ervoor staat! Oh ja, daar! Ik heb geen mini. Hey! Oh! Hey! De maai, joh! Hoe kun je door die muur heen kijken, joh? Cheater! Door de muur heen. Nou, wat een klotenzooi was dat met die respawn. En die val. Nou, dat was top. Fantastische klotenzooi.
Alleen wie schoot er nou weer met een machine gun? Dat was mij. Brandweer. Ja, daarom ben ik al zo snel dood. Ik word eerst 25 keer neergeklapt. Oh, hier wordt wel heel veel geschoten. Ik vond het wel leuk. Rob die vloog eraf en die zag mij niet eens langslopen. Nee, want ik ging naar beneden. Wat zwaartekracht. Ja, en ik ging precies achter je aan naar boven. Oh. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren natuurlijk als je het leuk vond en het duimpje omhoog te doen. Als je merchandise wil, link daarvan staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Yo.